In de natuurkunde weten wij dat je, omdat tijd relatief is, als je maar snel genoeg gaat, ten naaste bij kunt komen waar je wilt in een redelijke tijd. Naar het centrum van ons melkwegstelsel doe je het als een lichtstraal 25.000 jaar over, want sneller kan niet. Maar met een relativistisch ruimteschip kun je daar in 14, 15 jaar komen. Maar hoe zou dat eruit zien? En toen kwam het dus op het idee van niet als zo'n bierblikje, zeg maar, zoals we net gezien hebben, of iets wat eruit ziet als gewoon een vliegtuig, maar iets compleet anders.